minder groot dan de drank. Wordt denk ik wel tof. Goedemorgen! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik ga... Oh, ik ben niet wakker. Ben je niet wakker? Nee. Oh, alsjeblieft. Pindakaas extra crunchy. Oh, dankjewel. Extra crunchy. Ja, ja. Past. Hey, oh, wat ben je toch een lekker vrolijk mannetje. Ja, heel goed. Goed zo. Wat hou je dat lang vol als je. Ah. Many unbearable hours later. Volgens mij slaapt hij. Dus ik ben maar meteen naar de tuin gegaan. Met deze soort van gevoel van ontspanning. Oh. Ze ligt helemaal letterlijk aan de grond. Ik lig aan de grond. Ik heb geen eens kracht om een kussen te pakken, maar het ligt wel prima zo. Een blikje bier voor jou opmaken. En ik weet gewoon dat als ik gewoon even een keertje afkof, dat ik gewoon een drankje zou mogen, maar ik vertik het gewoon. Dat heb je niet nodig, schat. Vertik het gewoon. Daar heb je niks aan. Ik heb er niks aan. Je bent sterker dan dat. Sterker dan één drankje. Zit je hier dan? Helemaal in de goot aan de drank. Geen vooruitzicht meer. Geen lichtpuntje in je leven. Gisteren is het bijna aan bed uit. Hoop dat je niet de erge kater hebt. Waar slaapt hij nou gewoon? Ja, tuurlijk. Heb jij hem gewoon in slaap gekregen? De pijn in zijn mond, oogjes dicht te houden. En slapen. Ik kan het niet meer tillen. Ik kan het niet meer. Zwaar hè, vloggen. Vlogger zijn. Ja, heel zwaar. Ja, dan zwaar weet je ook eens dat ik een zwaar leven heb. Ik wil gewoon een personal vlogger, dus jij houdt dit maar de hele dag voor mij vast. Ja, een soort personal assistant. Ja. Die voor je edit en... Oh nee, die gewoon vlogt en jij edit dan, want dat vind je leuk. Ja, editen wil ik wel lekker. Oh. Nee, dit ook wel hoor. Jouw mensen. Goedemorgen, ja, het is dinsdag en we beginnen de dag met iets wat niet mag. Praten met je mond vol. Ik heb mezelf echt geperst in deze broek. En ik weet niet of het nou kan. Of dat het echt nog niet kan. Het zit namelijk wel echt net even iets te strak. Het is een maatje 38, dus ja. I don't know. Jongens, het is weer zover. Ik ben weer eens zenuwachtig. Straks komen ze dus draaien voor een video voor de huismuts. Zoals ik al had verteld. Maar... ja, ik heb ze nog nooit ontmoet. Ik heb haar ook nog nooit ontmoet. Het is in mijn eigen huis. En ik heb dat wel vaker gehad natuurlijk. Video's die werden opgenomen, ook hier in huis. Maar een of andere manier ben ik altijd echt rete zenuwachtig. Eén keer was het zelfs zo erg. Toen gingen ze een videootje opnemen voor een kwekkenboom. En stonden ze met de hele cameraploeg voor de deur. En het was dan zo'n item. Zo van, hey Disney, we doen zogenaamd alsof we bij je aanbellen. En toen stond ik in de gang te wachten. Maar ze hadden mijn zender al omgedaan. En ik liet echt een mega harde boer. En ik was helemaal vergeten dat ik die zender om had. En toen zei Bart, die zat boven, die zei, gaat die? En toen zei ik, nee man, ik ben echt vet zenuwachtig. En ik ben er misselijk van, zoals je hoort. En toen bleek dus... Dat ik echt daarna dacht, echt een seconde daarna dacht ik echt van, die zender, ze hebben alles gehoord. Nou ja, dat soort dingen, ja, daar word ik gewoon best wel zenuwachtig van. Omdat ik dan onvoorspelbare dingen ga doen ineens. Gekke dingen en dat soort dingen. En niet uit mijn woorden kom of hele aparte dingen zeg. En die dan niet meer eruit kan knippen omdat ik dat zelf niet in de hand heb in iemand anders' video's. Maar goed, get over it. Meestal op het moment dat het allemaal gaat, dan gaat het lekker en dan voel ik me daarna weer goed. En het is trouwens ook heel goed voor je, voor jezelf, om af en toe even over grenzen heen te stappen. Wanneer je uit je comfortzone stapt, dan groei je daar eigenlijk altijd van. En dan voel je daarna meestal ook veel beter. Tenzij je dus rare dingen hebt gezegd. Nou, daar is ze dan hoor, Rachelle. De huismuts is gezellig bij ons en we gaan nu beginnen. Kijk, we hebben hier
kleurtjes. We gaan namelijk Viola verrassen. Ik heb er nog helemaal niet zoveel over verteld. Maar het eindresultaat, dat gaan jullie zien in de video van Rachel. Hou even mijn Instagram in de gaten, want daar ga je het zien tegen de tijd dat haar video online komt. Dus dan blijven jullie op de hoogte. Ja, leuk. Ik heb er zin in. Het wordt denk ik wel tof. Ja, het is ook wel echt een hele grote verandering, denk ik. Het is echt een grote verandering. Ja, en Yola die is niet zo heel makkelijk. Dus ik ben heel erg benieuwd naar haar reactie. Spannend. Ja, spannend. Ook die reactie die hou ik nog eventjes geheim voor in haar video. Zo. Heel pakket komt er binnen hier. Wow. Spannend. Wat zou daarin zitten? Ik weet van niks. Jax is er ook bij hoor. Die wil natuurlijk niet slapen. Oh. Hier hebben we de hele social influencers crew aan tafel zitten bij mij. Gezellig. Eet smakelijk. Ik ga hier wachten op Yola. Dan neem ik hem mee naar Turnen. En dan zeg ik, we hebben een verrassing voor je. We gaan weer terug naar huis. Oh, kijk eens wat Maxime voor een mooie jurk heeft. We were in love with the sun. Dit is de nieuwe zomerjurk van de H&M. Dus gaan jullie maar beneden omkleden voor Turnen vandaag. Oh, grappig. Dit is een beetje turquoise-achtig. Meer zoals die kussens. Zullen we de vloer doen? Jultjes, blij, blij. Fijn om je zo blij te zien, schat. En je verdient het ook. Dus Yola, die komt bij ons logeren vannacht. Hey! Haar kamer is namelijk nog niet helemaal droog. Maar wel zo gezellig. Dit zijn onze oude matrassen. Die heb ik eindelijk onder ons bed vandaan gehaald. Die lagen daar nog heel lang onder, omdat het bed opgehoogd moest worden. Maar dat is nu natuurlijk niet meer nodig. Dus ook Jax kan zo'n beetje een stukje naar beneden al. Zodat het wat beter aansluit op het bed. Maar dat komt nog wel. De meest gekke, idiote been. Vindt Jax lekker. We shake it, break it, groove it, get right on it, reverse it, let go and move it.